bedoeling. Ik cappuccino. Hey, leuk dat je weer kijkt naar deze goed nieuwe video. Mijn naam is Gevesse Stam en ik ga vandaag voor jullie over een heerlijke zandkoekjes maken. Nou, ik heb de voorbereiding heb ik al gedaan. Ik heb de bakplaat heb ik al klaar. Ik heb de bloem al op de aanrecht gelegd. En ik heb het deeg heb ik ondertussen ook al klaar. Die moest een kwartier in de koelkast. Ik moest even nadenken. Maakt niet uit. En die ga ik er nu even uithalen, want die moest een kwartier moest dat verstijven in de koelkast. Nou, eens even kijken waar dat deeg is. Oh, kijk eens. Oh, ik zou zo een hap willen nemen. Maar goed, dat ga ik nu hier op het aanrecht. Ga ik dat even doen. Dan heb ik nodig de deegroller. En dan ga ik deze even voor jullie klaarmaken en de koekjes maken. En dan zien jullie zo meteen hoe het eruit gaat zien. Ik zou zeggen, blijf kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie zo meteen. Heel leuk dat je nog steeds kijkt. We hebben zojuist de eerste laag, want we moeten het in twee keer doen. Want het past niet allemaal op de bakplaat. De eerste koekjes liggen al op de bakplaat. We moeten alleen nog even een klein beetje ei op de koekjes doen. Dat doe je een klein beetje van het ei, doe je hierop. En dan doe je dat zo. En zo ga je dat verder doen. En dan gaat de eerste de koekjes in de oven. En dan ga ik nu eerst even de rest doen. En dan zie ik jullie zometeen bij de eerste koekjes die uit de oven komen. En dan zie ik jullie zometeen weer. De koekjes zijn besmeurd met ei. En dan gaan ze nu 15 tot 20 minuten in de oven. En dan gaan we kijken hoe het er allemaal uit gaat komen. Even midden in de oven. En dan gaan we zo kijken hoe het eruit komt. Nou, blijf kijken. Vergeet niet te abonneren. En hopen dat jullie deze video weer leuk vinden. Vergeet niet om alvast even een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie zo meteen bij het resultaat als ze uit de oven komen. Hey, leuk dat je nog steeds kijkt naar deze bakvideo. De eerste laag van de koekjes zit er in de oven. Die ga ik er nu uithalen, want die zitten er nu al 20 minuten in. Dus we gaan even kijken hoe ze zijn. Dus deze zet ik even uit. Want die moeten zo meteen nog een keer. En dan... Nou, doe maar even uit. Heel leuk dat je nog steeds kijkt naar deze speciale bakvideo. De eerste laag van de koekjes zitten inmiddels 20 minuten in de oven. Dus die ga ik eruit halen. Dan gaat de volgende... de oven in 20 minuten. En dan halen we hem eruit. En dan... we gaan nu eerst de eerste laag er even uithalen. Even kijken hoe ze zijn geworden. Gelijk moet. Nou, kijk eens. Zien er lekker uit. Hoe gaan we dat? Ik zie jullie zo meteen even, want ik ga dit even klaarleggen en dan gaan we de tweede erin doen. En dan zie ik jullie zo meteen. Hey, leuk dat je nog steeds kijkt naar deze bakvideo. Ik heb zojuist allerlei koekjes gemaakt uit een vorm.
Maar er zit ook een speciale cookie tussen. En die heb ik speciaal gemaakt voor mijn jongste broertje van 22, die helaas het leven heeft gelaten. En ja, ik hou ontzettend veel van hem. Ik ga hem ook ontzettend missen. Ik niet alleen, ook de rest. En dit is het speciaal cookie die ik gemaakt heb. Maar we gaan nu even de cookies laten afkoelen. Dan zijn we nog niet klaar met de cookies. Want als de cookies zijn afgekoeld, gaan we nog glazuur, roze glazuur overheen doen. En dan ja, zie ik jullie zo meteen weer. Hey, bedankt voor het kijken naar deze speciale bakvideo. Ja, ik heb ondertussen een heerlijk bak koffie gekregen. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. En ja, ik zou zeggen, eigenlijk tot de volgende video. Kijk, ik heb hier een koekje lekker met glazuur. Ja, mochten jullie deze video leuk vinden, vergeet niet om een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zou ik zeggen, laters.